Vandaag, 28 juli, wordt Wereldhepatitisdag herdacht. De slogan luidt Finding the Missing Millions. Met deze slogan wordt aangegeven dat men zoveel mogelijk mensen met hepatitis wil diagnosticeren, zodat die een juiste medische behandeling kunnen krijgen. Maar het is ook belangrijk dat de ziekte wordt voorkomen. Virale hepatitis is een wereldwijd gezondheidsprobleem en moet dringend worden aangepakt. Jaarlijks gaan ruim 1,3 miljoen mensen dood aan deze ziekte. 90% van de mensen met hepatitis weet niet dat ze de ziekte heeft. Er zijn 5 vormen van de ziekte, namelijk hepatitis A, B, C, D en E, zegt voedseltechnoloog Ricky Stuttgart. Hepatitis A en E ontstaat door orale fecale besmetting. Orale fecale besmetting betekent eigenlijk dus dat op een of andere manier mensen onhygiënisch zijn geweest, op een of andere manier ontlasting hebben aangeraakt en dan zichzelf hebben besmet of anderen hebben besmet doordat ze bijvoorbeeld met hun besmette fecale handen levensmiddelen zijn gaan aanraken en dan op die manier is dus fecale poep in de mond van de mensen gekomen en op die manier raken dus mensen besmet. Het is dus verwachtbaar dat dat kan alleen gebeuren wanneer bijvoorbeeld iemand al besmet is met hepatitis, slordig is, onvoldoende hygiënisch is en dan dus op die manier andere mensen kan gaan infecteren. En vooral hepatitis A en hepatitis E, dus dat zijn de 5, die voor het probleem kunnen zorgen. Stuttgart zegt verder dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie elk jaar 11.000 mensen doodgaan aan hepatitis A en 44.000 aan hepatitis E. Aan hepatitis B sterven jaarlijks meer dan 800.000 mensen, terwijl hepatitis C elk jaar bijna 400.000 dodelijke slachtoffers maakt. En wij zeggen, wie ziek is, is ziek. Maar laten we ook ervoor zorgen dat wie niet ziek is, niet ziek wordt. En een van de zaken is hygiëne, handhygiëne. Zorg ervoor dat je in voldoende mate je handen reinigt. Voordat je gaat eten, zorg ervoor dat je je omgeving schoonhoudt. En zorg ervoor dat wanneer je bijvoorbeeld eten gaat bereiden, dat je handen in voldoende mate desinfecteert. Wanneer we dat allemaal doen, dan zullen we daarmee ervoor zorgen dat hepatitis niet kan plaatsvinden via onvoldoende handen wassen. Omdat we onze handen goed wassen. Ricky Stuttgart, voedseltechnoloog. Hij sprak in verband met Wereldhepatitisdag die vandaag wordt herdacht.